Je kunt er niet omheen. Vlaggetjes en ballonnen voor het huis in Oldenzaal. De Turnsusje Zwevers staan na het WK volop in de schijnwerpers. Na hun historische prestaties is het vandaag dan ook een komen en gaan van cameraploegen. Maar dat doet de tweeling met veel plezier. Natuurlijk, als je al die kranten zo ziet, dan denk je van wow. Het heeft wel echt in Nederland ook echt geleefd wat we daar in Glasgow hebben gehaald, zeg maar. En nou ja, het moet nog allemaal een beetje landen. We zijn zelf gisteren hier geland, dus het is weer even in het ritme komen en ja, zien wat er allemaal op ons afkomt. Maar ja, het is wel echt natuurlijk weer leuk thuiskomen. De WK begonnen uitstekend met een plaats in de landenfinale. En uiteindelijk dus directe plaatsing voor de Olympische Spelen. Voor het eerst sinds 40 jaar. Die eerste 8, daar gaat het om, weet je wel. En die gaan gewoon rechtstreeks, krijgen die een ticket. En dat je daar dan als land bij hoort, dat is echt even een hele ontlading. Kijk, dat zie je ook in die krant, hoe we stralen. Dat we elkaar om de nek vliegen. En ja, gewoon tranen van blijdschap kwam er gewoon allemaal uitgerold. Omdat we gewoon wisten, het is gelukt. Het is allemaal, al het harde werken van de afgelopen jaren, dat is gewoon terugbetaald. En de zusjes bleven verbazen. Lieke haalde de meerkamp- en vloerfinale. En zus Sanne wist zelfs als eerste Nederlandse ooit een zilveren plak te behalen op een WK. Een hele bijzondere oefening. Is de enige in de wereld die zoveel pirouettes doet. Dit is de weverstechniek die we in 2010 op 17 oktober bij het wereldkampioenschap in Rotterdam voor het eerst hebben zien gebeuren. Goed, goed Sanne. Kleine afwijking, maar de combinatie levert bonuspunten op. Dat is goed. Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel echt heel hard moest werken op die balk. Dus ik moest er wel voor vechten, zeg maar. Ja, balk is heel erg mentaal. Nummer 1 is erop blijven en dat zie je gewoon. En daarnaast is het wel echt gewoon voor elk tiendertje vechten. Ja, ik zat op de tribune wel heel dicht langs de reling, dus ik kon het heel goed zien. Nou, ik was echt extreem zenuwachtig. Echt gewoon niet leuk om naar te kijken. Ik zag dat ze er hard voor moest werken, wat ze ook benoemd. Maar ja, ik vond haar dus wel echt een knokker. Dat ze gewoon bleef vasthouden en voor elke tiende heeft gevochten. En ja, dat is het zeker waard geweest. Een Auerbach salto tot stand. En Sanne Wevers heeft hier een uitstekende WK-oefening neergezet. Ja, ik heb ook echt gewoon na mijn oefening dacht ik van, ik bedank hier het publiek, weet je wel. Van bedankt voor dit moment. Want ja, dat is wel een moment waar ik, denk ik, als wij 80 zijn, dat we nog even denken van, weet je nog, in Glasgow. Ja, dat zijn wel kippenvel momentjes, ja. Het succes volgde na een zware periode. De afgelopen jaren stonden voor de familie namelijk in het teken van net niet. Door verschillende en vervelende blessures bleef de tweeling noodgedwongen thuis op grote mondiale toernooien. En als de finale werd bereikt, hield een valpartij hen buiten het podium. In 2013 moesten ze met z'n allen noodgedwongen verkassen naar Heerenveen. Coach en vader Vincent Wevers werd na een vertrouwensbreuk met turnvereniging Almelo op straat gezet. Een zwarte bladzijde voor de familie die onderdak vond in Friesland. En daar werd de basis gelegd voor het succesjaar 2015. Uiteindelijk hebben we wel als familie het heel goed opgepakt. En kijk, we hadden natuurlijk twee keuzes. We konden die tweeling zijn die met heel veel gedoe en heel veel romsloms die turnsport verlaat. En nooit meer iets met dat wereldje te maken wil hebben. Of die tweeling die het oppakt en eigenlijk gaat strijden voor die droom die ze inderdaad al 20 jaar hebben. Heel veel investeringen moet je ervoor doen. En het is niet alleen maar die trainingen, maar ook krachttrainingen. En je leventje eromheen moet je daarvoor inrichten. Dus ja, maar ik ben wel heel blij dat we onze passie zo kunnen uitoefenen op dit moment. De 24-jarige tweeling richt de blik nu volledig op de Spelen in Rio. Dan moeten de ervaren turnsters wellicht aan het einde van hun loopbaan de wedstrijd van hun leven turnen. Het ultieme gevoel is denk ik wel dat we het gevoel hebben dat we er alles aan gedaan hebben, weet je wel. Kijk, het is niet alleen het moment waar je het voor doet, maar het is ook het hele proces ernaartoe en het hele, de hele voorbereiding. Je moet gewoon, tenminste dat heb ik altijd, ik moet mezelf recht in die spiegel aan kunnen kijken en zeggen, ik heb er in ieder geval alles aan gedaan en ik ga nu alleen maar de wedstrijd van mijn leven turnen. Yeah.